Ook op de Hanzemarkt staat een meneer uit Doesburg. Met allerlei lekkernijen. Ik zie hier een varkentje aan het spit. Goedendag, wie is u en wat doet u? Ik ben Henry van Rooij, ik kom uit Doesburg. Ja. Kijk, aan de overkant dan hebben we onze stand. En we verkopen Doesburgse mosterdsoep. Ja. We hebben het varkentje aan het spit, pulled pork en de beenham. Ja. Is dat niet zielig, zo'n arm varkentje? Hoe oud is die? Het is ongeveer een half jaar. Maar er is niks zieligs aan, die heeft een fantastisch leven gehad. Het is een biologisch varken. En die heeft lekker rond kunnen lopen. En ja, of je een half jaar goed leeft of minder goed, dat maakt het grote verschil, denk ik toch wel. En ja, we eten over het algemeen, niet iedereen natuurlijk, maar eten we vlees, we kopen het in de supermarkt. En dan zie je niet, heel veel mensen krijgen wel wat reacties, ook van kinderen. Het valt wel reuze mee trouwens. Dat ze opmerkingen erop maken van oh, wat zielig of wat ziet er te gek uit of zo. Maar ja, nu zie je hoe het echte leven is, zeg maar toch. Zo ziet een ham, daar komt een ham vanaf en daar komt een varkenshaartje vanaf. En daar wordt gehakt van gemaakt. Dus ook frikandellen voor kinderen. Ik heb iedere keer maar dat praatje van eet je frikandellen? Zeggen ze, ja, dat eet ik. Oh, lekker. Zeg, nou, dat wordt ook van dit gemaakt. Maar ja, het is dat weten ze niet. Een beetje shocking. Melk komt voor kinderen gewoon uit een fabriek. Dat komt uit een fabriek, ja. Dat heeft niks met een beest te maken, denken ze. Dat weten ze gewoon niet. Het ziet er wel heel lekker uit allemaal. Ja, ja, dus we proberen gewoon heel puur te werken met het echte vlees zoals het van oorsprong is. Ik leg het ook gewoon hier neer zodat je kan zien, dit is de ham. Ja. En daar snij ik plakken van en dan maken we een lekker broodje van. Dan doen we een beetje koolsla of romige zuurkool erbij. Nu de hamvraag. Ja. Kunnen wij wat proeven? Zou je dat wel lussen dan? Ik ga het gewoon proberen. Ik ben gewoon heel dapper wat dat betreft. Ik kan een heel lekker broodje voor je maken. Wat is je voorkeur? De ham of de beenham? De beenham. De beenham. Ga ik dat voor je maken. Hartstikke mooi. Ik wens u nog een hele fijne en succesvolle dag verder. Ja, voor jou ook. Okay. Dank u. Dankjewel. Dag.